De lever. Deel 3. Functies. Hier zie je een overzicht van de 7 functies van de lever. In dit filmpje worden de laatste 3 functies besproken. Deze hebben allemaal te maken met het verteringsstelsel. Ik ga ze 1 voor 1 langs. De lever zorgt voor een aantal verteringsreacties, zoals bijvoorbeeld de koolhydraatstofwisseling, vetstofwisseling en eiwitstofwisseling. Koolhydraten, vetten en eiwitten zijn allemaal voedingsstoffen die we via onze voeding binnenkrijgen. Voorbeelden van koolhydraten zijn bijvoorbeeld pasta, mayonaise bevatten vetten en vlees en vis bevatten vooral eiwitten. De lever zorgt voor het constant houden van het suikergehalte van het bloed. Met suiker wordt nu glucose bedoeld. Glucose wordt in de darmvlokken opgelost in het bloedplasma. Via de poortader gaat het naar de lever. Het glucosegehalte in de poortader wisselt dus sterk afhankelijk van de hoeveelheid verteerd voedsel. Van de lever gaat de glucose via de leverader langs hart, longen, hart naar de alvleesklier. In de eilandjes van Langerhans wordt de concentratie glucose in het bloed gemeten. Als er een te hoge concentratie suiker is, wordt het hormoon insuline aan het bloed afgegeven. Als er een te lage concentratie suiker is, wordt het hormoon glucagon aan het bloed afgegeven. Via aders en slagaders komen deze hormonen bij de lever. Insuline zorgt ervoor dat glucose in de lever en de spieren wordt omgezet in glycogeen, ook wel zetmeel. Glucagon zorgt ervoor dat glycogeen in de lever en in de spieren wordt omgezet in glucose. Het resultaat is het binnen grenzen constant houden van het glucosegehalte van het bloed, ongeveer 0,09%. Glucose kan worden opgeslagen in de spieren en in de lever in de vorm van glycogeen. Glycogeen kan weer worden omgezet tot glucose en wordt in de bloedsomloop gebracht. Glucose kan dan verbrand worden, waardoor energie vrijkomt in de vorm van ATP. Je glucose kun je weer aanvullen door te eten. Insuline en glucagon worden allebei in de alvleesklier gemaakt, in de eilandjes van Langerhans. Insuline wordt door de beta-cellen gemaakt en glucagon door de alfa-cellen. Ze hebben allebei een tegenovergestelde functie. Het hormoon insuline zorgt ervoor dat glucose wordt opgeslagen in de vorm van glycogeen. Daarom zorgt dit hormoon ervoor dat glucose kan worden opgenomen door spiercellen, vetcellen en andere weefsels. Dit doet dit hormoon door het transportmolecuul GLUT1 te activeren in het celmembraan. In de weefsels kan glucose vervolgens worden verbruikt of opgeslagen in de vorm van glycogeen. De lever, hersen, nier, darmcellen en rode bloedcellen hebben andere transportmoleculen. Het tweede hormoon, glucagon, zorgt juist voor de omzetting van glycogeen naar glucose, waardoor de glucoseconcentratie in het bloed gaat stijgen. Als er te weinig glucose in het bloed zit, dan wordt er glucagon geproduceerd, waardoor glycogeen wordt omgezet naar glucose en er weer meer glucose is en het lichaam dit kan verbranden en er energie vrijkomt. Als er te veel glucose in het bloed zit, bijvoorbeeld als je net hebt gegeten, wordt er insuline geproduceerd, waardoor glucose wordt opgenomen en omgezet wordt in glycogeen of als vet, bijvoorbeeld als alle glycogeenvoorraden al vol zitten. Beide processen vinden ook plaats in de lever. Als de glycogeenvoorraden op zijn in de lever en in de spieren, maar het lichaam toch glucose nodig heeft, moet er glucose gevormd worden. Dit wordt gluconeogenese genoemd. Hierbij wordt glucose gemaakt uit aminozuren en vetten. De vetstofwisseling. Je lichaam gebruikt vetten als brand- en bouwstof, warmteisolatie of voor bescherming van organen. Overtollige vetten scheidt de lever uit in gal als cholesterol of, na omzetting, in galzouten. In je darmen worden vetten afgebroken tot vetzuren en glycerol. De lever ontvangt de glycerol en de vetzuren uit de poortader. En afhankelijk van het voedsel dat je eet, ook cholesterol, bijvoorbeeld vlees, melk en kaas. Je cellen maken zelf ook cholesterol, bijvoorbeeld in de lever. Cholesterol is nodig voor de aanmaak van bepaalde hormonen zoals oestrogeen, testosteron en de bijnierhormonen. Vetten zijn hydrofoob, waterafstotend en dus niet oplosbaar in het bloedplasma. De lever zet vetachtige stoffen als cholesterol en fosfolipide om in lipoproteïne. Lipoproteïnen zijn verbindingen van vetten en eiwitten. In deze vorm kan het bloedplasma de vetachtige stoffen wel vervoeren. De eiwitstofwisseling. Eiwitten in het voedsel worden in het darmkanaal afgebroken tot aminozuren. De aminozuren gaan via de poortader naar de lever.
Een deel van deze aminozuren is bruikbaar voor de opbouw van nieuwe eiwitten. Maar in de lever is geen mogelijkheid om overtollige aminozuren op te slaan. De lever breekt ze in dat geval af. Als eerste moet de aminogroep worden verwijderd. Dit heet deaminering. Uit de aminogroep NH2 vormt de lever het zeer giftige ammoniak, NH3. De lever koppelt ammoniak aan koolstofdioxide, waarbij het minder giftige ureum ontstaat. Dit afbraakproduct gaat via bloed en nieren naar de urine en wordt zo uit het lichaam verwijderd. Dit proces kost energie. De lever verbrandt de rest van het aminozuur, of hij zet het om in vet, lipogenese wordt dat genoemd, of glucose, gluconeogenese, of in een ander aminozuur. Hier zie je het nog eens. Bij de afbraak van overtollige aminozuren wordt er ureum geproduceerd. Dit ureum wordt aan het bloed afgegeven en door de nieren verwijderd. De lever kan 11 van de 20 aminozuren maken uit een ander aminozuur. Dit zijn de niet-essentiële aminozuren. Essentiële aminozuren kan de lever niet vormen uit andere aminozuren. Ze moeten dus in het voedsel voorkomen. Een tekort aan deze aminozuren leidt tot symptomen als vermoeidheid, haaruitval, verlies van pigmenten die zorgen voor haarkleur, verlies van spiermassa en verstoring van een hormoonspiegel. Vlees bevat veel dierlijke eiwitten. Deze eiwitten bevatten voldoende van alle essentiële aminozuren. Bij plantaardige eiwitten verschilt dat per voedingsmiddel. Bij een vegetarisch dieet is het van belang voldoende van de essentiële aminozuren met het voedsel binnen te krijgen. De lever kan niet-essentiële aminozuren maken met behulp van transaminering. Bij transaminering ruilt een overtollig aminozuur zijn aminogroep, NH2, uit tegen de ketogroep. Dit is een dubbelgebonden O van een ander molecuul. Dit laatste molecuul verandert daardoor het aminozuur waarin het lichaam vraag naar is. Zo, nu hebben we alle 7 functies van de lever besproken. Ik herhaal ze nog even kort. Als eerste produceert de lever gal. Gal zorgt voor het verkleinen van vetdeeltjes, waardoor het enzym lipase makkelijker kan inwerken op de vetdeeltjes en de afbraak ervan gemakkelijker gaat. Daarna zorgt de lever samen met de milt voor de afbraak van rode bloedcellen. De lever heeft veel belangrijke functies in de vertering van voedsel. Zo zorgt de lever voor een constant glucosegehalte in het bloed, de afbraak en omzetting van aminozuren en ook is de lever een extra opslagplaats voor bloed. Dus als er ergens anders in het lichaam bloed nodig is, kan de lever deze extra leveren. Daarna zorgt de lever ook voor het afbreken van gifstoffen in ons lichaam, zoals bijvoorbeeld medicijnen en alcohol. Als je nog vragen hebt, kun je deze in je eerstvolgende biologieles stellen of stuur even een mailtje. Bedankt voor het kijken!